Elke stad heeft zijn eigen geschiedenis, charme en culturele hoogtepunten. Voor wie zich tijdens een stadsbezoek hierin wil verdiepen, kan het museum uiteraard niet achterblijven. Mocht u binnenkort een bezoek aan de Noord-Hollandse hoofdstad Haarlem wagen, loopt u dan vooral even binnen bij een van deze bijzondere musea. Ja, ik ga overal waar ik kom, heel Europa, weet ik veel, van Oslo tot Lissabon, ga ik altijd in het stadsmuseum kijken. Erik, welkom. Laura. Haarlemmer. Sinds wanneer? Net niet helemaal echt, maar ik woon wel al mijn hele leven in Haarlem. Dus ik voel me een Haarlemmer. Ik ben toch opgegroeid met het idee dat Haarlem een hele rustige, kalme, bedaarde, witte stad is. En in zekere zin is het dat ook wel, maar er is zoveel gebeurd in die 1000 jaar. En toestanden, moord, brand, leidende positie op allerlei gebieden. Heel veel mensen, heel weinig mensen, armoede, ellende. Ik heb eigenlijk in de tentoonstelling zelf het gevoel dat ik door een soort film ben gelopen. Dat ik het even heb meegemaakt. En dat is toch in zo'n kort bestek al wonderbaarlijk. Tijlers Museum in Haarlem is het eerste en oudste museum van Nederland en het meest authentieke 18e-eeuwse museum ter wereld. Het museum opende in 1784 zijn deuren en ademt nog steeds de sfeer van die tijd, alsof je een tijdsmachine instapt. Tijlers Museum is een schatkamer van kunst en wetenschap, van eeuwenoude fossielen, schitterende mineralen, boeken, natuurkundige apparaten, tot schilderijen van Nederlandse meesters en tekeningen van Michelangelo en Raphaël. In de moderne vleugel organiseert het museum steeds bijzondere tijdelijke tentoonstellingen. In mei 2017 opent het museum een heel nieuw deel, het Lorentz Lab, waarbij je in de voetsporen van Einstein en Lorentz kunt treden. We staan hier bij het Krukjesmuseum, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. Het museum gaat over de droogmaking van Haarlemmermeer en vooral ook waarom het is gebeurd. Welk lef er geweest is om die beslissing te nemen, maar ook de techniek die daarbij werd toegepast. Dus uit de industriële revolutie, de stoomtechniek. En natuurlijk ook de prachtige architectuur van het gebouw. We hebben het aan Willem I te danken dat het Haarlemmermeer is drooggemaakt. Het had anders niet veel gescheeld of bijvoorbeeld Amsterdam zou er niet zijn of Leiden zou overstroomd raken. Willem I zei, het moet met stoomtechniek gebeuren. Er was de keuze molens of machines, dat toch voor deze nieuwerwetse techniek gekozen is, die we hier nog helemaal niet kenden. Dat was echt heel bijzonder. Ik denk dat Frans Hals de meest moderne meester uit de Gouden Eeuw is. Dat hij in de 17e eeuw dingen deed die we nog steeds als revolutionair beschouwen. Dat hij heel lossig ging schilderen in plaats van heel precies. Dat hij probeerde te schilderen zoals een fotograaf dat doet, van het moment te pakken. Niet heel erg stijf, maar gewoon beweging eigenlijk vastleggen in een schilderij. En ook omdat hij eigenlijk aandacht had voor de gewone mens. De meeste schilders in de Gouden Eeuw portretteerden de elite, de burgemeesters, de patriciërs. Maar Hals die maakt ook hele indringende, intieme, warme portretten van zigeunervrouwen, van kroegbazinnen, van schoffies op straat. Dus hij had een oog voor niet alleen voor wie macht had, maar ook voor wie gewoon een mens was. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of over honderden andere Nederlandse musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content. Dank voor het kijken.